NOS Jeugdjournaal. Binnenkort bromscooters verboden op het fietspad. Canada maakt van berggebied een enorm natuurpark. De avonturen van een Russische vader en zijn zoon. Toch allemaal, brommers en vooral bromscooters. De snelheidsduivels zijn een rage onder middelbare scholieren. Anderen vinden het ondingen die heel veel ongelukken veroorzaken. En daarom vinden veel mensen dat ze verbannen moeten worden van de fietspaden. Want bijna altijd zijn gewone fietsers of voetgangers de klos. Bromscooters hebben de hipste namen. Urban Kit, de Bugsy, Beta Quadra en de Energy. Alleen in Nederland al zijn er vorig jaar 50.000 van verkocht. Ze mogen 30, maar kunnen wel veel en veel harder. Toch moet je ermee op het fietspad blijven. Levensgevaarlijk, vindt een arts uit Roosendaal. Afgelopen zaterdag overleed een van zijn patiënten. Aangereden door een bromscooter. Ja, die kwam hier zwaargewond op de eerste hulp binnen. En met een hele bedroefde familie. En dan, ja, dan werk je de hele nacht aan en dan uiteindelijk dan overlijden ze toch. En dan denk je, ja, dit kan eigenlijk zo niet meer. Want het was niet de eerste keer dat dit gebeurde, maar de zoveelste keer binnen een paar jaar tijd. De bromscooters zijn niet alleen een gevaar voor voetgangers. Ook fietsers zijn hun leven steeds minder zeker. Dat weet ook Wil Kuipers, die 4 maanden geleden omver werd gereden. Nou, ik kwam hier dus aanrijden met mijn fiets. Ik kwam van mijn werk af. Ik kwam hier aanrijden bij de voetgangerstunnel en omdat de overweg gesloten was, ik denk, laat mij ook door die tunnel gaan. Door die voetgangerstunnel hier ook. En toen kwam daar een brommer, of een scooter liever gezegd, uitgereden. En die reed mij frontaal aan hier bovenop de weg. En toen maakte ik een flinke smak. En het bleek meteen dat ik dus een ernstige beschadiging had, want ik was helemaal verlamd. Afgelopen jaar gebeurden er maar liefst 2200 ernstige ongelukken met bromscooters of brommers. In een aantal gevallen viel er zelfs een dode. Laat de bromscooters maar op de weg rijden, vinden veel mensen nu. Want ze rijden even hard of nog harder dan auto's. In veel andere Europese landen gebeurt dat al. De Nederlandse regering praat wel over die mogelijkheid. Maar het zal nog zeker 2 jaar duren voordat de fietspaden ook hier scootervrij zijn. Ik praat in de studio met Bert Woudenberg. Hij is van Veilig Verkeer Nederland. Dag meneer Woudenberg. Goedenavond. U bent van Veilig Verkeer Nederland. Nou zag dit er behoorlijk onveilig uit. Gebeuren er nou echt vaak ongelukken met die bromscooters en brommers? Ja, het valt niet precies te zeggen op de fietspaden hoeveel. Maar een bromfiets hoort eigenlijk niet op een fietspad. Het zijn 2 verschillende soorten voertuigen. En je ziet dat het vaker misgaat. Het geeft overlast, hinder. En er gebeuren ook ernstige ongevallen. Maar hadden ze dan niet al lang van de fietspaden afgemoeten eigenlijk? Ja, er wordt al jarenlang over gesproken, maar er zijn ook een paar proeven genomen in Tiel, Veenendaal en Den Haag. Om te kijken als die bromfiets van de fietspad wordt afgehaald naar de rijbaan toe, of dat wel uit het oogpunt van veiligheid kan. Nou, en het wordt er niet onveiliger op, het zou kunnen. Dus het zou eigenlijk moeten gebeuren. Waarom is het dan nog niet gebeurd? Ja, dat kan je niet van de een op de andere dag doen natuurlijk. Want het moet voor die bromfietser op de rijbaan met het oververkeer wel veilig genoeg blijven. Er moeten ook aparte nieuwe borden komen en alle wegbeheer. Verkeersborden. En er moeten maatregelen getroffen worden door de wegbeheerders. Dus daar heb je tijd voor nodig, maar het gaat in ieder geval nu gebeuren. Er werd gezegd over 2 jaar in het filmpje. Is dat inderdaad zo? 1999 hebben we het dan over. Ja, er zijn afspraken gemaakt door alle wegbeheerders, de overheid, Rijks en provincies. En hebben gezegd van in 1999, dan moet het ervan komen dat de bromfietsers van de fietspad afgaan naar de rijbaan. En de bromscooters dan dus ook? En ook de bromscooters die behoorlijk opgevoerd kunnen worden en veel harder kunnen rijden dan die 30 die bij binnenbouwde kom mag. Dus nog 2 jaar goed uitkijken vooral? Ja, en een beetje het leven niet te zuur maken voor de fietsers en de voetgangers natuurlijk. Oké, okay, hartelijk bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. Nu is het nog even oefenen met een pop, maar straks worden hier ernstig zieke kinderen verzorgd. In deze ambulance zit een bijzonder bed en speciale apparatuur. Die zijn bedoeld om vanaf nu heel zieke kinderen te vervoeren van het ene ziekenhuis naar het andere. In een gewone ambulance zit niet de apparatuur die daarvoor nodig is. Het vervoer kan nu dus beter, maar ook sneller, want artsen hoeven voor vertrek niet weer steeds opnieuw te zoeken naar de goede spullen. En het volgende filmpje is er al. Komt het hoor.
Daar is het. Ja, weinig supermarkten houden zich aan de regels. Tenminste, als het om de zogenaamde mixdrankjes gaat. Dat zijn drankjes waarin frisdrank vermengd is met alcohol. Uit onderzoek is gebleken dat de blikjes in veel supermarkten nog steeds bij de Sinos en de cola staan. Eerder dit jaar is juist afgesproken dat dat niet meer zou gebeuren. Veel kinderen bleken de mixdrankjes te kopen, vaak omdat ze niet eens in de gaten hadden dat er alcohol in zit. Met man en macht proberen deze mensen twee walvissen terug te slepen naar de zee. Gisteren bleken 100 van deze dieren te zijn verdwaald. Ze kwamen terecht op de kust van Nieuw-Zeeland. Reddingswerkers probeerden zoveel mogelijk dieren te redden door ze nat te houden tot het weer vloed werd. En dankzij de hulp heeft de helft, dus 50, van de aangespoelde walvissen het ook overleefd. De Northern Rockies. Het is er wild, ongerept en heel erg mooi. En dat wil Canada graag zo houden. Daarom is een deel van het gebied uitgeroepen tot een enorm natuurreservaat. De dieren en planten die er leven worden extra beschermd. Het gebied dat natuurreservaat geworden is, heet Mushkwaketchika. En volgens de Canadezen is het een van de mooiste plekken op aarde. Moet je kijken, prachtig. Ze vergelijken het met de grote natuurgebieden in Afrika. Hoewel het hier iets kouder is. Mushkwaketchika ligt in het westen van Canada. Het is een deel van het gebergte de Rocky Mountains dat doorloopt tot in het zuiden van buurland de Verenigde Staten. Het nieuwe natuurreservaat is gigantisch. Het is groter dan heel Nederland. Dieren en planten kunnen er nu onbedreigd leven omdat er allerlei maatregelen genomen zijn om ze te beschermen. Zo is in een kwart van het reservaat de mijnbouw verboden. Er mag dus niet meer gegraven worden naar grondstoffen. In de rest van Mushkwaketchika zijn de regels minder streng, omdat veel mensen daar met de mijnbouw hun boterham moeten verdienen. Together they forge recommendations providing for future wilderness protection, wildlife management and traditional resource use, as well as new sustainable economic activity in northeastern British Columbia. De organisatie van mijnbouwbedrijven werkte tenslotte mee aan het plan, maar echt gelukkig zijn ze niet. Ze zijn bang dat de strenge regels nieuwe bedrijven zullen afschrikken om geld in de streek te steken. De regering van Canada wilde van de Northern Rockies al heel lang een natuurreservaat maken, maar door de bezwaren van de mijnbouwbedrijven heeft het jaren geduurd voor de plannen gemaakt waren en de beslissing genomen werd. Het had de reis van hun leven moeten worden, maar het eindigde in een schipbreuk. Een vader en zijn 14-jarige zoon uit Rusland hebben hun reis om de wereld moeten opgeven. Deze week werden ze uitgeput van hun schip gehaald door de bewoners van een tropisch eiland. Op het strand van het eilandje ligt het gehavende schip waarmee de twee op de oceaan ronddobberden. Het is in één oogopslag te zien. Hiermee konden ze niet langer doorvaren. In het kleine ziekenhuis komen vader Vladimir en zoon Maxim bij van hun avontuur. Wat ze hebben meegemaakt is nauwelijks te geloven. De reis van Vladimir en Maxim begon in Rusland ruim 2 jaar geleden. In het begin ging het prima. Ze legden met hun schip heel wat zeemijlen af. Ze voeren langs Noord-Amerika en Zuid-Amerika en daarna verder naar Afrika. Maar halverwege de wereldreis, op de Indische Oceaan, ging het mis. Midden op zee ging de motor van hun schip kapot. Volgens de twee gebeurde dat 6 maanden geleden. Het zou dus een half jaar hebben geduurd voordat hun schip op een rots liep voor de kust van Thailand. Ze zijn vel over been, Vladimir en Maxim. De afgelopen tijd hielden ze zich in leven met vis en met regenwater. Het zal nog wel even duren voordat ze weer helemaal op de been zijn. Maar één ding is zeker, ze zullen hun avontuur nog heel vaak moeten vertellen. Er zijn trouwens wel nog een heleboel vragen te beantwoorden. De belangrijkste is natuurlijk hoe het kan dat een scheepje 6 maanden op zee ronddobbert zonder dat iemand het opmerkt. Het blijft stormachtig herfstweer. Veel wind dus morgen en regelmatig een flinke regenbui. Het wordt ongeveer 16 graden. Dat was het. Morgen zijn we er weer. Nog een leuke avond. Tot dan. Dag. In het Weekjournaal. Al meer dan 2 maanden woeden er bosbranden in Indonesië. Het is nog steeds niet gelukt de branden te blussen. Dat heeft grote gevolgen voor mens en milieu. Ons leesgedrag verandert. We lezen steeds minder boeken, maar juist meer plaatjes en korte teksten. Inge reist door de wereld van de beeldtaal. Dick en Annelies dromen romantisch weg in Italië. En Willem leert op de computer muziek maken.
Het Weekjournaal. Morgenochtend, 11 uur, TV2. Ook dit jaar is er weer het film- en televisiefestival CineKid. Van 11 tot en met 19 oktober laat CineKid in Hartje Amsterdam een aantal nieuwe jeugdfilms zien. We bekijken een aantal stukjes uit de films die daar vertoond gaan worden.